De asbest is vrijgekomen bij de brand in Jachhaven. Het steel in december is bijna helemaal opgeruimd. De laatste werkzaamheden zijn deze maand nog aan de gang bij Jachhaven het steel zelf, waar de brand op 16 december uitbrok. Op het steel eiland vlakbij de Esi is nog een boerplaats afgezet met linten. De planning was om de werkzaamheden nog voor de carnaval af te ronden, maar dat bleek dus niet mogelijk. Dat heeft vooral te maken met de kaaie temperaturen. Misschien dat deze week al de laatste werkzaamheden kunnen worden afgerond. Op 16 december van vorig jaar kwam er een enorme hoeveelheid asbest vrij. De binnenstad van Roermond was dagenlang niet bereikbaar. Meteen werden toen al begos met het opruimen van het asbest dat in de openbare ruimtes terecht was gekomen. Daarna werden in fases de rest van de stad weer zuiver gemaakt. Hoes voor hoes, daak voor daak werden de asbest verwijderd. Een klus die vele miljoenen heeft gekost. Wie veel precies, dat is nog niet bekend. Uiteindelijk zijn de saneerders dus 3 maanden bezig geweest met de megaklus.